Mijn naam is Dick Sonneveld, voorganger in de protestantse gemeente in Rivierlanden-Oost. Ik sta hier voor de kerk in Beuningen. Zoals je weet zijn alle kerken in Nederland op dit moment gesloten. En dat is vanzelfsprekend. Met grote groepen bij elkaar zitten zit daar niet in. En dat zal wel een tijdje gaan duren. Toch is de kerk ook in deze tijd een plek waar je even tot jezelf kan komen. Iedere woensdag zijn protestantse kerken in Druten, Wijchen en Beuningen open van 4 tot 7 om met maximaal 3 mensen even tot jezelf te komen, een kaarsje aan te steken, om in de stilte met gewijde muziek even te bidden in te keren. En of je nu gelovig bent of niet, daar hebben velen behoefte aan in deze tijd. Ik neem je vandaag even mee in de stilte en je rust. Ga je mee? We gaan de deur door, de drempel in, over en de muziek in. Kaarsen branden voor alle die gestorven zijn en voor allen aan wie mensen deze week dachten. Lichtjes voor alle die alleen zijn. Lichtjes voor jezelf. Ook ik steek een lichtje aan voor jou. Een lichtje waarin ook jij meegenomen wordt en waarin ik denk aan jou, luisteraar, kijker van deze vlog. Ik ga even zitten en ik denk aan de keuzes die we kunnen maken. Keuzes waarop het misschien wel aan gaat komen. Kan ik het aan om in deze tijd wat verder te kijken dan de coronacrisis? Wat vraagt deze tijd van mij? Wat wordt er wakker gemaakt in mij? Kan ik te midden van al deze vragen groeien naar iets nieuws wat uit de moeite ontstaat in deze tijd? Ja, een heel gevecht. Ik neem je mee naar het beeldje achter de lichtjes. Het is net hoe je naar de dingen kijkt. Je ziet dat er iemand vecht met iemand anders. Zijn wij niet in gevecht met de tijd? Kan er iets nieuws ontstaan uit dat gevecht? Ja, kunnen we het gevecht ook niet aangaan? We kunnen het laten liggen, de keuzes ontwijken en in de stilte leeg blijven zitten. Als je goed kijkt, kan het beeldje ook iets anders laten zien. Namelijk een dans. Het is net hoe je naar dingen kijkt. Misschien kan er uit het gevecht een geest ontstaan waarin we net even anders met elkaar omgaan. We kunnen het over een andere boeg gooien. En wie weet gaat dat zoveel meer opbrengen. Leren we dansen met elkaar. Ik denk aan een wereld met schonere lucht, een wereld met minder armoede, een wereld waarin meer vrede is, simpelweg omdat we de onzekerheid van de tijd aan den lijve hebben ervaren. Even in het niets hebben geleefd met zoveel vragen. Ik neem je mee naar de bloemen, achter het beeldje. Prachtig hoe ze eruit zien. En ik zie bloemen, bloemen van een nieuw begin. Hier waait een andere geest. Een geest die vertelt dat er zaad in aarde gaat om vanuit de donkerte op te bloeien. Huub Oosterhuis dichtte het zo mooi. De geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt in al wat groeit en bloeit zijn adem uitgezaaid. De geest van God bezielt wie koud zijn en versteend. Herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. Een nieuw begin. Nog even luisteren we naar die prachtige muziek en kijken we naar de lichtjes die branden, lichtjes van hoop.